daar zit ik dan, in oma's keukentje. Ja, het was natuurlijk voor ons de allereerste keer om het te organiseren. En ik dacht, nou ja, wat een verwennerij, high tea. Lekker eten, met elkaar praten, ervaringen uitwisselen. Over de zorg voor mijn moeder. Ja. Wie is mijn moeder? Wij kennen haar natuurlijk als geen ander. Ja. Dus daar kan de zorg zijn voordeel mee doen. Zo hier nou verwend worden. Dus wat dat betreft, jawel. En we hoeven niet ver weg. Dus, Als ik soms vragen heb over gedragingen of dingen waar ik tegenaan loop, dat vind ik het belangrijkst. Verder zijn dit natuurlijk hele leuke uitjes ook. En dan zie ik ook dat mijn moeder daarvan geniet. Mijn moeder, ja, die moet even komen, ja. Want het is hier zo leutig. Zo hebben alle afdelingen van Supplu iets georganiseerd voor mantelzorgers. Want 10 november is de dag van de mantelzorg. Alle eerste contactpersonen van bewoners en cliënten van Supplu hebben op 10 november een kaartje in de bus gekregen om te bedanken. En hier konden de familiecontactpersonen ook nog iets persoonlijks schrijven voor de mantelzorgers. En verder hebben we alle mantelzorgers, maar ook alle medewerkers en vrijwilligers uitgenodigd voor een interactieve theatervoorstelling van Familiefabels. En als laatste hebben we een flyer gemaakt. En daar staat precies in waar zij en wat voor waardering ze kunnen krijgen. Ja, en op deze manier hopen we zoveel mogelijk waardering te kunnen geven aan alle mantelzorgers van Supplu, omdat zij ons zo goed ook helpen in de zorg. Heel leuk, oude bandrecorder. Ja, dan komt echt die tijd weer terug. Ik zou zeggen, doe het ook vooral ieder jaar, om dat ook echt naar boven te brengen van jullie zijn heel belangrijker als mantelzorgers. Ja, hartstikke leuk.